Johan, voordat we vooruit gaan blikken op het duel van zondag met Jong Ajax, eerst even terug naar afgelopen vrijdag. Viel dat uiteindelijk toch een beetje tegen, die 1-1? Ja, gezien het resultaat wel een beetje, eerlijk gezegd. We hadden wel iets meer van verwacht gezien het resultaat. We hadden een goed trainingskamp gedraaid in Portugal. We hebben daar goede oefenwedstrijden gespeeld. Ja, en dan hoop je dat je daar toch de overwinning kan pakken. En we kwamen na 4 minuten 1-0 achter en dat bemoeilijkte de zaak wel een beetje. De trainer zei na de wedstrijd, ik mist een beetje dat frisse en frivole van inderdaad wat je zegt, de voorbereiding. Ja, klopt. Ja, de eerste helft, vooral het eerste half uur, was een beetje mak. En we wisten niet echt hoe we het wilden gaan doen. We zetten niet goed druk en we lieten hun een beetje eigenlijk aan de bal. En dat was eigenlijk hetgene wat we niet moesten doen. Dat hebben we tweede helft bewezen. Dat als je daar druk zet en volle bak gaat met z'n allen, dat je tegen een Bos en waarschijnlijk tegen elke tegenstander in de Jupiler League gewoon kansen kan creëren. Ja, want in de derde helft, noem ik het maar even, nadat het licht eraan was, die laatste 20 minuten, die waren wel weer goed, hè? Ja, na de derde helft heb ik zelf wel enigszins ervaring mee bij de amateurs. Toen was ik ook altijd erg goed. En nu bleek het ook dat een aantal jongens, ook Thomas Vrij, ook amateurverleden, dat die opstonden. En toen waren we heel goed en creëerden we heel veel kansen. Alleen eigenlijk begonnen we te laat mee. Is daar wel over gesproken deze week, wat Pastoor zei, dat we missen dat frisse, dat frivolen? Ik neem aan dat dat wel besproken is deze week. Ja, zeker. Ja. Kijk, je moet ook naar de positieve dingen kijken. We hebben volgens mij 17 doelpogingen gehad tegen Den Bosch, tegenover 5 van hun. Dus dat is heel goed. Dat geeft aan dat we veel kansen hebben gecreëerd. Dat we uiteindelijk beter waren dan Den Bosch. Alleen het begin was matig en dat moet beter. Ik bedoel, je snijdt jezelf in de vingers als je 1-0 achterkomt en ze hadden zelfs 2-0 kunnen maken. Ze hebben nog 2 grote kansen gehad met corners. Ja, en dat moet eruit, want anders verlies je zo'n wedstrijd ook nog. Kan ook nog. Dan mag nu Jong Ajax. Die ploeg doet het eigenlijk gewoon heel goed. Staan met 2 punten achter jullie. Wat weet je eigenlijk van die ploeg? Ja, het is elke week anders natuurlijk bij die ploeg. En het is ook wisselvallig. Ze wisselen hele goede resultaten af met hele verrassende nederlagen eigenlijk. En je weet nooit wie er speelt bij hun. En nu speelt Ajax, het eerste van Ajax natuurlijk, op hetzelfde tijdstip tegen Feyenoord. Dat lijkt mij een voordeel voor jullie. Nee, goed, de bankzitters van Ajax 1 die spelen sowieso niet hier op het kasteel. Dus dat is een voordeel. En daarnaast hebben ze nog steeds wel goede jongens als Menig, als Bakker, als Duarte die we kennen, Zivkovic. Ja, maar Zivkovic zal toch niet meedoen, denk ik? Nou ja, hij staat wel op het bord in de kleedkamer als zijnde dat hij meedoet. Omdat hij zeer waarschijnlijk niet bij de selectie zit van Ajax. Dat was vorige week ook niet het geval. Ja, ter Excelsior nog wel namelijk, vlak voor de winterstop, weet ik. Ja, klopt. Toen zat hij er nog wel bij. Maar volgens mij zat hij er tegen Groningen thuis niet bij. Dus we houden er rekening mee dat hij erbij zit. En er moet ook niet ondersteboven van zijn als hij wel meedoet. Alleen we moeten wel rekening houden met hun kwaliteiten. Ja, want als je bij Ajax voetbalt, dan weet je sowieso, je komt een ploeg tegen met heel veel voetbal. Ja, goed, dat is een kenmerk van Ajax, van elke Ajax-voetballer, dat ze goed kunnen voetballen. Ja, en als je ze laat voetballen en als je ze de ruimte geeft, dan kunnen ze natuurlijk tiki-taki spelen. En dan spelen ze je ondersteboven, dus dat moeten we zien te voorkomen. En in de duelkracht zullen wij waarschijnlijk wat sterker zijn. Dus we moeten zorgen dat we in de duels komen. En dat we heel veel kansen gaan creëren, voorzitter, van de zijkant en erin kletsen. Vorige week tegen Den Bosch met Gladon erin, hoe beviel dat? Ja, goed. We hebben het natuurlijk wel vaker gedaan afgelopen eerste seizoen zelf. Alleen vaak ook als invaller kwam ik er dan bij. En ik moet zeggen dat het goed beviel. Het is nog een beetje afstemmen op elkaar qua loopacties. Je bent toch allebei een doelgerichte spits. En soms maak je dezelfde loopacties. Alleen het gaat wel steeds beter, moet ik zeggen. En vooral tweede helft hebben we heel veel kansen gecreëerd. En ik zie het wel met vertrouwen tegemoet. Laatste dingetje, hoe bevalt jullie nieuwe training? Ja, goed. Ik kan ook niet anders zeggen natuurlijk. Als ik slecht zou zeggen, zou ik raar zijn. Maar het bevalt wel goed. En de trainingen zijn prima. Van hoog niveau. En er wordt keihard gewerkt. En hij is heel erg van de details. Dus daar hou ik wel van. Goede benen inspelen. Juiste snelheid. Ja, beter worden. En ergens aan werken als team. Op naar die vijfde plaats. Want dat is momenteel het doel. Ja, klopt. Dat is een lange termijn doel. En korte termijn is gewoon beter gaan voetballen. En wedstrijden winnen. Dus daar gaan we nu voor.